Ik ben Surya Hoeken. Ik ben de eigenaar van Second South Almere. Ik heb zelf al, denk 14, 15 jaar wedstrijden gebokst. Om erbij de 100 wedstrijden gedraaid. Het grootste deel gewonnen. Ik ben altijd wel een beetje een vechtersbaasje geweest. En toen bij mijn ex-vriendin kwam er een flyer in de bus. Toevallig ook van Second South. Ik gebeld en gevraagd of ik mocht komen trainen. En ja, sindsdien nooit meer weg geweest. Bij mij is het ook heel snel gegaan. Ik ben na 3 jaar boksen ben ik Nederlands kampioen geworden. Zat ik in het Nederlands team, daar had ik misschien 30 wedstrijden. En dan bokste ik tegen jongens die 300 wedstrijden hadden. En dat was wel in eerste instantie even slikken. Maar het ging steeds beter en op een gegeven moment win je die partij dan ook. Volgens mij vanaf mijn 10e partij, dan won ik de laatste 3, won ik op een knock-out. En toen dacht ik van, ik ga iedereen aan. Ja, sommigen denken, nou, dan hoef ik niet meer zo hard te trainen, ik zal ze toch wel knock-out. Zo werkt het niet helemaal, denk ik. Je wordt er euforisch van natuurlijk, hè. En het is een van de lekkerste gevoelens en emoties die ik kan krijgen. Toen mijn 14e partij moest ik tegen een jongen, dacht ik van, oh ja, oké. Die sla ik ook wel knock-out weer, ja, en dat lukte niet. Dus, en ik mikken en slaan. En voordat je wist, dacht ik, oh shit, ik sta nu achter, ik moet het nu goed gaan maken, want dan ben je te laat. Het is ook meteen een wijze les geweest voor mezelf. Dat je niet moet onderschatten. Altijd van je eigen krachten uitgaan. Altijd je eigen spelletje spelen. En niet gaan loeren op een knockout. Want ja, dat gebeurt niet zomaar. Als je gewoon kijkt, iemand knockout slaan, is gewoon verschrikkelijk moeilijk. We staan allebei voor elkaar. We hebben allebei er heel hard voor getraind. We zijn allebei klappen gewend. In theorie is het heel lastig te doen. En het zijn er ook niet zo heel veel die mensen knockout kunnen slaan. En daarom heb je iemand als Mike Tyson die er heel veel geld voor kan krijgen. Omdat hij ze allemaal nog uitslaan. Er is nooit iemand die een kaartje gekocht heeft en naar de gala gehad en die zegt van nou, ik hoop dat we vandaag een paar mooie cleans partijen te zien krijgen. Snap je? Dus je wil spektakel en als je spektakel hebt, dan kom je dus gauw bij een knock-out uit. De eerste keer dat ik iemand knock-out sloeg, was een stoot op het lichaam. En toen, ja, ik besefte, nee, was ook volgens mij mijn 4e of 5e partij was dat ik sloeg hem neer op zijn lever. En dan gaat de scheidsrechter beginnen te tellen en die stuurt me weg. Maar ja, ik was in paniek. Hey, wat moet ik doen? Zo, oh ja, oké, ik moet naar de hoek toe. En dan partij afgelopen, besefte ik het ook nog steeds niet. En tot hij zegt, ja, het is afgelopen. Oh yes, dan ben je wel heel blij natuurlijk. En dat je hem knock-out kan slaan. Ja. 2008, 2009. Het verhaal wat je dan vaak hoort, dat ze het even kwijt zijn. Als ze bijkomen, zijn ze weten wel waar ze liggen. Maar sommigen zijn even vlak daarvoor kwijt. Maar dat is dus eventjes, is er iets uitgeschakeld. En of dat impact heeft, hè? Je hebt natuurlijk in je lichaam, je hebt allerlei verschillende soorten celletjes. Je hebt huidcellen, die vernieuwen zich, spiercellen. Maar een hoogstaande cel, zoals zenuwweefsel, als dat beschadigd raakt, ja, dat herstelt niet zo snel. Nou ja, dat kan je natuurlijk een beetje je zelfvertrouwen gaan schaden. Weet je, er is niemand in de hele wereld die zegt, nou, ik ben lekker naar elkaar gegaan, nu kan ik de hele wereld aan. Snap je? Dus daar zat ik even op te wachten. Dus dat is niemand die dat zegt. Hetgene wat ze wel zeggen is, ja, weet je, dat ze er nou even iets voorzichtiger worden. Die niet meer zo roekeloos ingaan. Dus ja, oké, dat kan ook goed zijn natuurlijk. Vaak als je knock-out gaat, dan verlies je de partij. Maar er zitten natuurlijk ook emotionele centra in je hersenen. Die op het moment dat geprikkeld wordt, dat mensen emotioneel worden. En op het moment dat dat gebied ook misschien door het knock-out gaan ook aangeraakt worden, dat mensen daar wel emotioneler van worden. Of ja, misschien wat heftiger die emoties ervaren als voordat die periode dat ze dat hebben gehad. En er is natuurlijk vaak een soort angst als het een heftige knock-out is, dat ze dat niet nog een keer willen meemaken. Natuurlijk is het vreselijk als je knock-out gaat. Dat vind je niet leuk. En daarom ja, dat probeer je te voorkomen. Maar ja, okay, het hoort erbij. Snap je? En dus, ja, het is eigenlijk simpel. Als je in de regen loopt, word je nat. Zoals je nu kan zien, volgens mij, mijn linker oog is wat vaker rood. Ik heb een netvliesontlating gehad. Dat zou eventueel kunnen door een stoot. Hoeft niet per se zo te zijn, maar waarschijnlijk wel. Want je krijgt niet zomaar een netvliesontlating. Ribblessures, een pees gescheurd tussen mijn knokkels. Maar ja, dat zijn allemaal kleine blessures. Boksers zeggen dat het geen blessures zijn, maar dat zijn eigenlijk toch blessures. Want je kan op een gegeven moment niet boksen meer. Dus er is altijd een factor, wat noem ik, het factor geluk of pech. Dat is de factoren die heb je niet in de hand. Maar daarnaast heb je allerlei factoren. Hè, hoe getraind ben je, hoe voorbereid je. Dat zijn de factoren die je wel in de hand hebt. Dan hoe beter je je factor in de hand onder controle hebt, hoe kleiner de factor geluk of pech een rol gaat spelen. Is het andersom, doe je heel weinig, dan speelt de factor pech of geluk een veel grotere rol. In de kracht, tel mijn snelheid niet op. Kom maar een serie even op en aanzetten. Stap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Ja, ik denk dat het niet gevaarlijker is dan elke andere sport. Ik bedoel, als je een voorzet krijgt met voetbal en die kop je erin, daar heb je ook gewoon een harde dreun tegen je hoofd aan. En dat doe je dan keer op keer op keer op keer. Ja, ik probeer juist niet geraakt te worden. En dat is dan de truc, om niet geraakt te worden. Anders moet je eens een keer kijken, bijvoorbeeld op zaterdag bij zo'n hockeywedstrijd van die kleine meisjes van een jaar of 8, 9, als iemand zo'n bal in zijn gezicht geslagen krijgt. Wat er dan gebeurt, alle tandjes eruit hier al. Snap je? Kijk, sport is überhaupt heerlijk om te doen. Bij iedere sport gaat met blessures gepaard. Dat is helemaal zo. Ik kan niet blijven boksen tot ik 60 ben, maar ik kan wel les blijven geven tot ik 60 ben. En ja, dit is ook wel een ambitie van mij om zeg maar andere jongens verder te krijgen dan ik ben gekomen. Jouw uitdaging zit in het feit dat je geconfronteerd wordt met een stukje wat je graag anders zou willen hebben. En vandaar dat al heb je een verliespartij, je wint altijd wat. Je hebt misschien de wedstrijd niet gewonnen, maar je hebt wel gezien dat je zwakke plekken bloot zijn gelegd. En daar kan je weer aan trainen. Je bent bij heel veel kindertjes in de rondte lopen hier ook. En ik kom met een grote glimlach binnen. Maar ook meisjes die heel schuw zijn, komen binnen en die worden langzaam zelfverzekerder. Een meisje dat zelfverzekerd is, zeg maar, die wordt niet zo gauw ertussen afgepakt. Het zijn meestal die andere meisjes. En als een man zo'n meisje in de arm pakt en ze bevriest, weet je, dan is het vervuilend. Maar als ze door een reactie, als iemand hey, en weg kan rennen, dan is dat al de moeite waard natuurlijk. Om al die kickboxlessen, iedere keer dat je door de regen op je fietsje moest en noem maar op, dat is al meer dan waard geweest. Snap je? Denk ik.